In Van de Kaart lopen we in één rechte lijn dwars door de regio. We klimmen over daken, steken de grachten over en misschien moeten we ook dwars door jouw huis. Onderweg gaan we op zoek naar mooie verhalen en bijzondere personen. Zo ook deze week. Dit is een schaaf, normaal. Maar ik werk dus met deze schaven. Oh. Oh. Hele kleintjes. Ja, het lijken net ritsen. Ja. Jet is vandaag in Rijswijk. Ze begint op de Havenstraat en eindigt bij Dick de Slager in de Herenstraat. Jet, zet hem op. We zien je zo in de slagerij. Tot zo, hè? Rijswijk, het is Guys and Dolls. Altijd al een keer willen beginnen op een bouwterrein. Jij ook, hè, Kees? Ik zie je genieten, Kees. Echt. Alleen dat geluid al. Feeriek. Mooi, hè, Annelies? Ja, prachtig. Ik zie je genieten. Ja. Ik heb een verrassing voor je. Het is vandaag een rechte lijn. Door Rijswijk. En as far as I can see komen we geen water tegen. Maar ja, hè? Wij laten ons niet foppen, want dat is al vaker gebeurd. Jongens, de snotsloot. Ik weet niet wat dit... Het gaat wel. Ja, ik ga altijd als eerste. Tuurlijk gaat het wel, Kees. Smerige zooi. Bleh. Nou, easy, easy, easy. Oh, dit gaat. Prima. Dit gaat wel goed komen, denk ik. Of niet? Als we nou even die gasten hierheen halen, kan dat? Ja. Kan die? Zou dat gaan? Hier kan jij wel omheen. Nee, daar ga je niet omheen kunnen. Nee, kijk die prikkels. Dat zijn die punten. Ja. Dat is niet grappig hoor. Hey, mag ik in dat ding? Kan je me er overheen tillen? Ja? Makkelijk, hè? Tof. Dit heb ik nou serieus altijd al een keer willen doen. Ja? Even kijken. Ja, kom maar. Komt u maar. Kijk hem al. Hou je vast, hè? Nou, dat was best leuk, toch, Kees? Helemaal. Jij met je bouwplaats. Heerlijk, toch? We gaan die kant op. Hoi. Ik ga het even fixen. Zet de camera maar even uit. Ja. Nou, het was een heel gesprek. Aardige jongens, ze willen ons heel graag helpen, maar de baas is er niet. Dus ze vinden het eigenlijk een beetje moeilijk om toestemming te geven dat we er doorheen gaan. Dus we mogen er doorheen, maar we mogen het niet filmen. Vind je dat een deal? Ja, anders, ik weet wel, anders niet. Ja, nu staan we dus op een binnenplaats. Er staat daar wel een deur open. Ik weet niet waar dat naartoe gaat, maar... Kloppen. Hallo? Wat is dit? Ja, geen idee. Lift. Moet kijken waar dit naartoe gaat. Ja, ik weet niet wat het is. Een beetje Matrix gevoel krijg ik hiervan. Ben je toe? Nee. Wat is dit? Ik weet niet. Zullen we weer teruggaan? Dat doet er wel. Dat daar, nou, gaat in ieder geval naar boven naar beneden. Dat is wat een lift doet. Hier valt niet zoveel te halen, hè? Dat, maar dat zo open staat, joh. Kijk. Oh, jeetje! Ik ook! Hoi! Hoi! Doe je hier? Ja, dat vragen wij ons ook af.
Hi. Hoi, ik ben Jet. Wiebe. Dag Wiebe. Wij zijn van TV West. Het is Kees. Hi Kees. Dit is Annelies. We hebben geen kwaad in de zin. We geven ons meteen over. Ja. Maar wij lopen door, door Rijswijk met een rechte lijn. En dat kwam hier. Dat komt dus hier ineens. Ja, en wij dachten een lift. Nou ja, dat is spannend. Okay. Hij gaat alleen naar de eerste verdieping. Ik weet niet of dat de tweede en de derde. Nee, wij zijn van de sportschool. Dat is niet van ons. Oké, maar mogen wij door jouw sportschool? Ja, kom binnen. Ja. Wat grappig. Leuk hoor. Dankjewel, Wiebe. Graag gedaan. Leuk je ontmoeten. Ja, het was heel bijzonder. Sorry dat we je lieten schrikken, geen maar... Geen gaan we voor jou, Piet? Nou. Ja? Doeg. Hey, succes. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, ik ook. Ja. Jij ook? Ik ook wel. De Galjoenstraat, ja. We moeten die kant op. Ja. Ja, zo. Zo, hier een beetje. Doorheen. Makkelijke Kees. Makkelijk, ja. Even kijken, en als het goed is, is dit dan de Klipperstraat. Goedemorgen. Is dit de Klipperstraat? Dit is de Klipperstraat. Oh, ja, kijk, dat is goed. En wat is dit? Is dit een kerkhof of gewoon een park? Ja, dit is een park en daarachter zit de kerkhof. Oké. Okay. Okay, als we zo gaan. Ja, van de streep, van de kaart. Van de kaart, ja. Oké, okay, precies. Ja. Succes. Dankjewel, hè. Ja. Doeg. Nou, we gaan goed, jongens. Dat is mooi. Daar hou ik van. Dan moeten we denk ik hier door de brandnetels, ben ik bang. Of wat is het? Varens? Dus, dit is een kerkhof. Dan moet je maar even zorgen dat de graven niet... Nee, goed in beeld zijn, hè? Ja. Dat is niet netjes. Nee. Dit is wel mooi, die zandlopers daar bovenop. Zie je ze? Die symboliseren de verlopende tijd. Dat vind ik eigenlijk wel mooi gevonden. En dat de tijd dus snel gaat. En dat je hem dus maar beter goed kunt gebruiken. Ja. Oh, kijk eens. Hallo meneer. Hoi. Hoi. Woont u hier? Ik woon hier. Oh. Ik kom net uit mijn huis. Oh, wij zijn van TV West. Oh, dat is van leuk. Dit programma. Ja. En de vraag is dus, mogen wij hierdoor? Ja. Dat mag. Hier via de tuin bedoel je? Ja, als het kan. Ja, dan loop heel ik graag. Het, nou, gezellig. Ja. Zo. Nou, wat fijn dat u net de deur uitkomt. We wilden net gaan aanbellen. Oh, maar u bent wel een flinke reiziger, zie ik. Ja, ik ga van het hoofdsteden af. Ja, leuk. En overal, ik moet er nog een stuk of drie, die moet er nog bij, Madrid en zo. Madrid hoort er nog bij, welke Madrid komt er nog bij, Verona, dacht ik. Maar dat moet ik allemaal nog even uit. Dus u houdt echt van stedentrips maken? Ja, ik ben een gek op stedentrips. Wat leuk. En gaat u dan alleen? Nee, met mevrouw. Gezellig. Alleen op andere reizen ga ik alleen. Bijvoorbeeld in mei ga ik naar Frankrijk. Een beetje spiritualiteit op. Bij meditatie doe ik ook. Alles wat er een beetje bij hoort. En ook nieuwe ontmoetingen. En misschien ook wel inzichten. Inzichten, verdieping, al die mooie woorden. Daar hou ik van. Ja, woorden kunnen wel mooi zijn, maar ze moeten ook inhoud hebben. He? Ja, precies. En als u dan zo bezig bent met die zingeving in het leven... Heeft u het ook al gevonden? Want daar zijn we natuurlijk allemaal een beetje naar op zoek. Het is voor iedereen iemand wat anders misschien. Het vinden is waar je de mensen die je tegenkomt, dat is het vinden. Het gevonden hebben, dat komt helemaal nooit. Dat is pas eind als je ooit ergens terechtkomt. Nou. Wil je er hier doorheen? Ja. Willen we er doorheen? Ja, tuurlijk willen we er doorheen. We moeten weer verder. Ja. Ik vond het leuk u te ontmoeten. Ja, okay. Dank u wel. Ja. Nou. Ja, eens even kijken of we hier... Laat maar proberen. Ja. Ja, dicht, hè? Hallo! Oeh, zat u aan de telefoon of... Nee, ik ben een vakantietje aan het uitzoeken. Oh, dat is altijd goed nieuws. Hoi, zijn jullie er al uit? Met Callands oog. Ja. En jullie een fijne vakantie. Dankjewel, Sirka. Succes. Joep. Dus hier ergens doorheen. Ja. Woont u hier? Ja. Oh, nou, komt dat even goed uit. De deur wordt al open gedaan. Nou, we schieten wel lekker zo op. Moet je wel trap hebben, of niet? Mag ik u hartelijk danken namens het hele team. Annelies, Kees,
Veel succes. Even, even netjes dankjewel zeggen. Ja, graag gedaan, graag gedaan. Heel goed. Nou, we gaan weer verder. We gaan zo. Je moet hier ergens doorheen. Dus dat gaan we proberen. Zo, nou, dit is een bijzondere. U bent. Oh, u woont hier. Oh, nou ja, zeg. Wij zijn dit programma aan het maken. Van de kaart, ja. Ja, en wij moeten eigenlijk een beetje zo door. Doorheen. Misschien wel door uw huis, als dat mag. Ja, maar ik kan aan de achterkant, dan moet je over schutting klimmen. Dat doen wij. Ja. Ik zal de trap neerzetten, want het is een hele zwakke schutting. Oh, ja, het ziet er wel bijzonder uit. Leuk, volgens mij heeft u iets met soeplepels en zo. Even kijk. Herberg de soeplepel, nou. Dat is een surprise. Het is heel vol. Oh, dit is vrolijk, zeg. Kijk nou, ja. Maar hoe kom je erop om dat voor je raam te hangen? Ja, maar van twee oma's. Dus ik bedoel, dat ging dan zo. De een gebruik je en de ander die hang je op. Wij zijn al meer dan 50 jaar getrouwd. Wij wonen hier al meer dan 50 jaar. In ieder geval meer dan 30. En daarvoor wonen mijn oma hier. Dus die lepels die hingen hier al. Ah, echt. Want we hebben 51 jaar en 1 maand getrouwen hebben we uitgebreid gevierd. Oh, wat leuk. Vandaar dat dit nog... Nou ja, dat mag ook wel gevierd worden. We vieren het altijd na, dus het... En wat doe je dan volgend jaar? 52 jaar in 2 maanden? Nee, nee. Want deze meneer is ziek. Ja. Oh. Dus daarom is het vorig jaar geen feest geweest. Maar hebben we en dit jaar uitgebreid. Ze hebben nou gezegd, ja, gewoon dus... 51 in een maand. Dus ook iets exclusiefs. Het zit ingekapseld. Het is er. Oké. Maar we hopen dat het goed gaat komen. Nee, dat wordt het niet meer. Okay. Ik was dus niet te opereren. Althans, dan had ik het al niet meer geweest. Want ik heb dystrofie en dan... Oh, nee, dat is akelig. Dus dan hebben we gezegd van jongens, daar begin ik niet aan. En we zien al wat schips dan. Dus iedere dag gevierd worden? Iedere dag zien we er gezond uit. Ja. Maar inwendig is het. Halverwege de middag gaan de ogen dicht. Dan ben je gewoon op. Toen ik het hoorde, heb ik gezegd, jongens, we zien al wat schips dan. Maar het schip vaart nog steeds? Meer. Niks moet meer. Dat is ook misschien wel prettig. Ja. Dat niks meer moet. Ja. Maar het is voor u denk ik ook niet makkelijk. Die dame heeft het, plukt de dag. Heeft het veel en veel zwaarder dan ik natuurlijk. Want ze krijgt, kijk, dit is geen lolletje. En je loopt wel met pijnstillers, maar er zit, kijk, dit is tintelen en dat hoor je gewoon. Dus die krijgt heel veel over de hoofd. Oh, het hoort wel bij een huwelijk. Ja, nee, maar daar is het wel moeilijk. Maar volgens mij, als ik het zo hardop mag zeggen, vindt u het een beetje moeilijk als we het er zo over hebben. Zullen we daarover ophouden? Ja, nou, ja. Dat heeft zijn verhaal. Het is zijn verhaal. Ja. Wat een ontzettend fijn huis is dit. Dan moeten we eens even kijken inderdaad hoe we dit gaan fixen. Dit worden. Ja. Lukt dat? Zo. Maar dit is ook heel... als ik hier nou... Ik ga over het balkon heen klimmen en dan over het dak. En dan ga ik naar beneden. Kijk eens even. Ik denk dat jullie beter om kunnen lopen, want het is wel even een klimwerkje. Gaan wij dan naar de Olmstraat? Ja, de Olmstraat, die ligt hierachter. Oké, zien we je daar. Dankjewel. Hey, goede reis. Het was fijn u te ontmoeten. Succes. Ja, zijn we. Hey, hè? Waar komen jullie nou vandaan? Ja, omgelopen. Ik dacht dat jullie van die kant kwamen. Jij hebt mijn kaart. Olmstraat? Ja. Olmstraat. Dit is de Olmstraat. Dus als we die kant op gaan, dan gaan we richting de Kerklaan. Hallo meneer, goedemiddag. Ik zie dat uw kat ook heel nieuwsgierig zit te kijken. Wij zijn van TV West en ik ben Jet. Ik ben Arie. Dag Arie, dat is Annelies, dat is Kees. Ja. Aan u de vraag, mogen wij door uw huis, door uw tuin? Ja, kom maar binnen. Nou, wat is dat Rijswijk toch... gastvrij. Loop maar door. Je loopt maar door. Dank u wel, meneer. Ja. Lekker zonnetje. Zo. Jongens. Wat een fijn plekje zo hier, Arie. Heerlijk in het zonnetje. Ja. Het wordt alleen maar mooier nu, hè? Fijn, hè? Ja, heerlijk hoor. Ja, hè? Ik geniet ervan. Nou, zo. Dus wij gaan dan die kant op. Die kant. Ongeveer. Ja. Ga maar proberen. Ja, jong. Hij gelooft het niet.
Nee, ik geloof niet. Ik zet de deur op de haak, dan geef je maar een brul. Oh, dat is goed. Want ik ga zo weg. Oké, okay. Nou, we gaan het snel proberen en anders gaan we even brullen bij jou. Oké. Okay. Ja, oké, okay, dankjewel. Oh, doeg. Hij had op zich wel een puntje, denk ik. Dat, kijk, dit gaat hem net niet worden. Moet ik nog iets langer in Rambo-training. Dus ik ga toch even brullen naar Arie. Of die misschien een trapje heeft. Oké, okay, wij wachten hier, ja, hè? Ja, is goed. Arie! Mag ik jouw trap even lenen? Ja. Nou, ik zeg dat hij echt heel hoog is. Hm? Wat gaat om het idee? Oh, hij zag er wel wat groter uit. Waarom doe ik dit? Ik kan toch ook niet? Ja, lieve schat, maar... Kom op, man. Kom eens dichterbij. Ja, sta bijna op mijn fikken. Ja. Ik ben wel een beetje een verkeerde inbreker, hè, Arie? Zo. Ja, ik hang alvast. Ik kan het even grappig. Zo houden. Zo. Zo. Ja, dat is de voorkant. Hè? Ja, dat dacht ik al. Joh, Arie die weet dat allemaal wel, joh. Hé? Nee. Zie je wel dat het werkt. Hallo? Hallo, meneer. Maar ja, het punt is, ik heb hier een beetje een lage ladder, dus ik moet een iets hogere ladder hebben. Zal ik eventjes laten zien dat ik contact heb met een meneer daar? Ja, zie je? Ja, dat iedereen maar wel even ziet dat ik contact heb met mensen. Ja, ja. Het is, ik voel wel een beetje afstand, maar die gaan we proberen te verminderen. Zal ik een ladder pakken binnen? Ik heb er eentje die wat langer is. Nou, mag ik even een applausje voor Arie? Arie, hey. Geloof wel. Meneer Alexander, ja? Is een vioolbouwer. Over twee daken wordt er een ladder aangegeven. Zo. Waar zet je hem dan tegen? Ik denk dat ik gewoon maar zo wel ga. Oh. Je hebt een paard van Sinterklaas, loopt er ook over. Hè? Ja, nou, dan moeten wij dat toch ook kunnen? Het is een glazen dak. Een glazen dak gaan we niet doen. Plastic dak. Nee, dat kunnen we echt niet doen. Ja, ik ga u straks in de armen vallen. Zo. Ja! Ja! Gered. Gered door een vioolbouwer. Wie maakt dat mee? Wie maakt dat nog mee? Dat is waar. Nemen jullie de ladder mee terug? Ja. Tot zo, jongens. Doei. Doei. Oké, daar gaan we. Is dat niet te lopen? Ik loop achter jou aan. Gaat wel lekker eens? Hij gaat prima. Ja, hoe kom? Jongens, dit is echt geniaal. Een vioolbouwer. Ja, we hebben nog een ladder. We hebben nog een ladder. Hij hoort hier in de gang. Oh, ik ga even zijn. Het gaat helemaal goed komen. Ik zal me even netjes voorstellen. Ik ben Jet. Willy. Alex. Ja, ik ben Alex. We hebben al een heel avontuur beleefd met elkaar. Ik ben vioolbouwer. Ja. En heeft u ook iets met violen? Ik speel viool. Nou, dan heeft u er wat mee. Ja. Ja. Zo hebben we elkaar ook ontmoet. Oh, echt? Hier zit 200 uur werk in. Ach, ja. En dat hout. En het hout, dat is iets van 30 jaar oud in dit geval. En is dat dan speciaal hout? Ja, 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 heel speciaal. Wordt in de bergen gewonnen, op 1000 meter hoogte, vanaf 1000 meter geloof ik. En dat groeit dan heel langzaam, dus je hebt hele compacte structuur. Ieder lijntje wat u hier ziet, dat zijn jaringen. Fantastisch, dus ieder zijn jaar, er nogal wat. Ieder jaar komt er dus een heel klein laagje bij. En jullie hebben elkaar leren kennen? Bij een vioolbouw. Ja. Bij een vioolbouw? Ja, waar ik werkte, in Den Haag. Oh, en u dacht, nou... Ja. Ik ben 1965. Die dame, die neem ik er wel bij mij, die viool. Ja, heb ik een vaste klant. Ja. Ja. 70 graden vioolbouwer. Dus. Ja. Ja. Dit is een schaaf, normaal. Maar ik werk dus met deze schaven. Oh. Hele kleintjes. Ja, het lijkt me net ritsen. Ja, sorry, maar dat toch? Nou kijk, en die welving, eerst steek je het heel grof hoor. En als het dan grof gestoken is, dan ga je schaven doen. Okay. En dan zit je de hele dag te schaven. Dan raak je helemaal van de wereld, zeg maar. Heerlijk gewoon. En dat hout, dat wordt dan steeds mooier. En dan moet je heel die welving vormen zo. En strijkstokken beharen bijvoorbeeld. Nieuwe haar op de strijkstokken. Met echt Mongools paardenhaar. En het wordt niet gebleekt, het is van nature zo wit. Prachtig. En het wordt wel gezuiverd. Zo. En, ja,
Ja, dat is heel grof, hoor. Niet te veel aanraken als je geen vette handen heeft. Dan mag geen, mag niet aanraken. Niet, sorry. Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar, en dan knip je dus een bosje af en dan komt er op de strijkstok te zitten. Ik vond het heel leuk om te ontmoeten. Het was leuk. Een hele bijzondere binnenkomst. Ja. Maar, ik vond het leuk om jullie te leren kennen. Ja, heel leuk. Dankjewel. Bedankt. Dan gaan we nu gewoon papieren voordeur weer naar buiten. Dan. Ja, het is nog een klein stukje. Even kijken hoor. Ja, klopt. Zo. Dus ja, moeten we hier ergens moeten we zijn, volgens mij. Of niet? Toch? Jee! Ik dacht al, we zijn er! Toen zagen we de vlag. Hey! Hoi! Goeiedag! Yes. Hartstikke goed! Hoi, wij zijn zo van de vioolbouwer komen bij de slagerij. Nou, zo zie je, jullie zijn bij het eindpunt geladen en het is helemaal geweldig. Wij zijn er in ieder geval. Wat is Rijswijk leuk zeg, jongens? Oh joh, kom maar. Nou ja. Ik weet precies waar mijn rundjes en mijn varkentjes vandaan komen. En of ze ook een goed leven hebben gehad. En of ze ook een goed leven hebben gehad. En niet een verschrikkelijke... Ja. Pas er net eentje. Ach jeetje, ja. Oh. Die varken maken alle worstjes. Maar dat is wel een varken met een goed leven geweest. Ja. Anders geef ik je nou een stomp hoor. Dat, nee, dat is een Frans. Dat is niet nodig. Dat is een Frans Duroc-varken. Oké. Okay. Nou, of je worstlust, hè? Of je worstlust, of je worstlust. En dat is wel maar weer een mooi eindpunt. Mooi eindpunt. Ja. Met ambachtelijk vakwerk. Dat zijn we vaker tegengekomen in Rijswijk. Mooi, hè? Dan zitten hier nog zoveel ambachtelijke jongens. Mooi. Ja, en wil jij nou een leuk eindpunt voor ons zijn? Dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Meld je dan eventjes aan hieronder. Wij hebben genoten van Rijswijk. Ja, mooi, hè? Ja. Lekker dorp. Ja. Heerlijk. Jij gaat hier niet weg, dat hoor ik al. Nee. Nee. Heb je nog hulp nodig? Of, Nee, ik ga hier een dekseltje voor pakken. Dan ga je ze mee naar huis nemen. Dan ga je ze lekker proeven. Hoe vind je dat? Goed idee. Plan? Ja. Zachtjes bakken. Ja. Oh, dat wil ik heel graag. Ik ben gek op mijn guest.